I won't ever find the death, I'm just like that fish. En jullie zijn nu bij Jeu. Jeu is de eerste boelbar van Utrecht. Wat mensen bij Jeu kunnen doen is met name elkaar ontmoeten en genieten van een spelletje wat eigenlijk iedereen kent. Je ziet allemaal verschillende mensen. Zie je in groepjes, zie je bezig. Mensen denken dat ze het weten, maar eigenlijk doen mensen maar wat. En eigenlijk maakt het niet heel veel uit. Het gaat erom dat mensen een nieuwe reden hebben om elkaar op een andere plek te ontmoeten dan dat ze voorheen deden bij de escape room, de poolhal, op het terras. En nou, dat is eigenlijk best wel succesvol tot op heden. We hebben 11 banen. In de zomer kunnen al deze ramen aan de zijkant kunnen opengeschoven worden, zodat we buiten naar binnen halen. De keuken is open en heeft een aantal elementen waar wij ons onderscheiden. Zo is de rotisserie met kippen en dergelijke. Maar zijn de gerechten namelijk streetfood georiënteerd, omdat je komt niet eten bij Jeu, je blijft eten, want je komt om te borrelen. Hoe krijg je die mensen zo gek dat ze bij jou komen? Dan moet het sfeertje moet kloppen, de muziek moet goed zijn. En uiteindelijk moet het leuk genoeg zijn dat ze tegen anderen gaan zeggen, maar daar moet je een keertje heen. Ik denk dat het belangrijk is dat we fris blijven door onszelf te zijn. En wij doen alleen maar dingen die met Jeu te maken hebben. We nemen ook geen partijen aan die onze hele zaak willen afhuren. Want er zijn dagen dat onze normale gasten de Sjaak zijn. Ze komen hier om te Jeu de boelen en je moet vooral bij je core business blijven. En je moet niet, omdat je zelf al zo lang in zit, opeens eraan gaan twijfelen. Want het is dus een succes. En dan moet je daar gewoon bij blijven. En ja, dat wij er ondertussen een biertje bij mogen verkopen en wat lekker hapjes. Nou ja, dat is alleen maar een godsgeschenk. En dat hoop ik nog lang te mogen doen hier.